Luid. Ik vond dat best te dansen. Nee, bro, dat was niet eens luid. Nee, ik zie dat daar. Goeiedag, dames en heren. We zijn hier vandaag weer een nieuw hoek. Goedendag, beste dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van More Stocks. Ik ben hier vandaag met Dino, Wadi, Eduardo en Vinny zijn er terug in de blok. You know how we do. Per pauw. Dat is zo goed, Kovin. Dat is goed. Kijk, dit week, is dat dit week of deze week? Deze week. Oh, dankjewel. Ik ben Nederlands aan het leren. Nee, deze week, ik heb iets fucking raars meegemaakt. Dat is echt raar, man. Vertel dus, kijk, ik was thuis gekomen. Ja? Ik was rustig video aan het bewerken, alles. Je weet, rustig thuis, theetje drinken. Thuis? Ja. En mijn broer... Bij wie zijn thuis? Bij mij thuis, hè. En mijn broer die belt mij ineens. Die zei zo, ja, kom nu naar beneden. Nu naar beneden. Ja, bro. Dus ik ren naar beneden, want ik dacht, dat was iets gebeurd of zo. Heeft iemand aangereden of zo. Mijn broer is zot met de waggie. Ja. Dus ik ren naar beneden. Ik kom daar, ik zie een Marokkaan met zo'n stuk hout aan één kant. En ik zie aan de andere kant mijn broer. Dus ik dacht, dikke gevecht of zo. Ja. Dus ik ren naar hun, al klaar om te vechten. Ik zie ineens mijn broer en die Marokkaan tegen een deur aan stampen. Zo'n glazen deur, zo heel de tijd die deur proberen kapot maken en shit. Waarom? Paranoia. Dus ik kom zo daar, ja, wat gebeurt er? Ineens zeggen van, ja, er is iemand vast, er is een vrouw vast in de huis, die wil naar buiten. Ik zie ineens zo van binnen, want die, glas was, die deur was helemaal van glas, maar zo die donkere glas, weet je. Ja. En ik zie ineens zo handen tegen die deur, alles. Die mensen die trappen zo van binnen naar buiten. Ze dachten van, oké, iemand is verkracht geweest en die zit nu vast in die huis, snap je? Top, ja. Dus hij probeert de deur kapot te maken, dit en dat. We stampen, ineens de deur gaat open. Letterlijk, de eerste ding dat ik zie, heel de grond, vuil, dozen, alles. En ineens komt een naakte man naar buiten, lopend, maar echt zo... Ik dacht dat zombie was. Ik spring naar achter, ik ga helemaal aan de andere kant van de straat. Ik blijf naar daar kijken, die gast die komt zo naar buiten, zo helemaal naakt. Wij blijven zo kijken naar hem. We praten tegen hem. Dus hij staat stil. Hij gaat zo tegen de muur leunen. Die drie is genomen. Kut aan iemand. Ineens hij kijkt naar ons. Pak zo die muur. Met zijn hoofd tegen die muur. Ik bel politie. Pak die muur. Ik bel politie. Ja, bro. Ik dacht zombie of zo. Ik dacht coronavirus, COVID-19. Dit is de 2021 versie, nieuwe FIFA, alles. Ik weet niet. Dus. Dat is niet grappig. Ja, dat kan dat voor je. Ik ga eerlijk zijn, dat was echt mis. Geluid. Ja. Die gast die deed fucking raar, ik bel politie. Politie komt, die blijft letterlijk half uur naar hem kijken. Hij, nog steeds naakt, midden van straat. Ineens, politie stapt naar binnen in die appartement. Oké, die stappen naar binnen, door de deur dicht. Wie was daar? Tupac. Alles oké, okay, ça va? Die stappen naar binnen, die komen naar buiten, letterlijk. Ineens, uit het niks, twee andere combi's in die straat. Dus ik dacht, er was iemand dood daar binnen of zo. Ja, ja. En dan zijn die gewoon weggegaan. En daarna? Die hebben meegenomen. Ja, daarna niks. Buurman. Dus je denkt dat die buurman... Daarna niks. Bro, dat was echt raar. Ik denk die gast was in zijn medicatie of zo, of zijn medicatie was leeg. Dat is raar aan het spacen. Dat was raar aan Spaceman. Ik denk dat die 11,5 ton werkt bij hem. Dat was eigenlijk 20, maar die andere 8,5 heeft hij gepakt. Nee bro, dat was echt raar. Ja, hoe is het met jou? Je bent lang niet gekomen hier. Examens, ziek zijn, familie, persoonlijke problemen. Bro, die had corona. Ik was fucking ziek, man. Ik was fucking ziek. Dus ik had me laten testen. Ik had positief getest op die bullshit daar. Ik ga eerlijk zijn, ik heb zo de eerste dagen had ik zo niks gevoeld. Niemand in mijn huis had dat. Mijn vader had dat al gehad. En voor de rest, niemand anders heeft dat nog gehad. In ieder geval, de eerste dagen, ik voelde me fucked op slecht. Dat begon dus een beetje, en je begint dat zo wat te voelen. Gewoon snotneus. Maar is dat ook niet psychologisch, dat jij denkt van, ik ben positief getest, dus je gaat automatisch een beetje placebo zo? Ja en nee, dat kan. Dat kan dat zo was. Maar bij mij was dat zo niet het geval, omdat ik, toen ik getest werd, ik was ook met jullie aan het praten die dag, ik voelde mij niet slecht. Ja, hij was aan het praten via sms, niet met ons in de kantoor of zo. Dat was al twee weken geleden. Ja, just keep that out of the way. Maar in ieder geval, dus, wat gebeurt er? Twee dagen gaan voorbij,
En ik had toen zo'n video gestuurd. Ineens mijn ik weet niet wat er gebeurt, man. Ik voel me fucking slecht in één avond. In één avond is dat allemaal gewoon naar de klote gegaan. In ieder geval, dus, that happened. En dan, ja, nu, alhamdulillah, ik voel me terug goed. Maar waarom word je snel boos van na die ja, corona? Je gaat zo boos, waarom? Jij wordt snel boos na corona. Ja, je bent mentaal zo niet stabiel. Figuur, ik moet roepen in die corona. Zie je, dat bedoel ik. Nee, wij Marokkanen, wij zijn zo. Wij hebben zo'n temperament. Klaar. Temperatuur? Temperatuur, temperament. Dus, oké. Corona afgesloten. Zijn er andere topics waarover wij kunnen praten? Want wij zien elke dag corona opnieuw. Wat heeft corona? Voorbeeld. Oké, zijn jullie voor Biden of Trump? Ik ben voor Biden. Dat boeit me geen zak. Waarom zet je voor Biden? Dus kijk, ik kan je zeggen waarom. Heel makkelijk. Ik kan je zeggen waarom. Ik ken niks van politiek. Hij is republiek. En ik weet gewoon, hij was bevriend met Barack Obama. En Barack Obama was een graven. Dus hij kan skaten. Dus, en hij kan balen. Dus je zet gewoon voor Biden omdat hij een goede gast is. Ja, maar kijk, weet je wat het ding is? Ik woon daar niet. Dat boeit me niet. Ik heb dat letterlijk gewoon gemaakt voor de likes te krijgen op Instagram. Oké, ça va. En jij, voor wie ben jij? Ik. Moet jij eerlijk zijn? Ik vind Biden is... zo'n Donald Trump. Nee, broer. Maar kijk, weet je, ik ben niet zo iemand die met die kudde schapen gaat meegaan omdat iedereen vindt dat Trump onethisch is en een slechte persoon. Maar ik wil dat mensen facts gaan droppen. Wat gaat Biden doen dat Trump beter heeft gedaan of slechter heeft gedaan doorheen de tijd? En dat is wat ik mij afvraag. Want Trump is een slechte persoon. Hij zegt seksistische shit. Hij is racist op veel dingen. Hoe hij bijvoorbeeld die zaken aan de grens had aangepakt met die Latino's. Hij was een eigen Latino's. Dokter zelf... Als vrouw maken. Ah, wel, ja, inderdaad. En dat is real shit. Maar, holy shit. Wat ik te horen krijg, als econoom is hij wel veel beter dan Biden. Dat is waar. En kan hij er wel voor zorgen dat uw land welvarend is. Laat mij weten, kijk, mag ik je één ding vragen? Ja. Donald Trump die had niks te maken met politiek voordat hij president was geworden. Waarom doet hij dat dan beter dan Obama? Econoom? Joe Biden die zit al lang in de politiek. Die was governor, die was vice president. True. Dus. Het kan zijn dat hij iets heeft geleerd daaruit. Het kan zijn dat hij iets daarmee kan doen. Hij heeft een ervaring dat Trump niet heeft gehad. Dus als jij zegt, als Biden het nog slechter doet dan Trump, dan is hij gewoon slechter. Ja, maar hoe kunnen we dat weten als hij geen president wordt? Dat was hetzelfde met Trump. Iedereen dacht in het begin, Trump gaat echt een slechte president worden. Yeah. Dat is nog steeds een meme-materiaal. Yeah. Trump is nog steeds een meme-materiaal, maar hij heeft iets kunnen doen. True, zwaar. Dus Biden, die al lang in die sector zit, ik geloof wel dat zijn praatjes en zo niet alles is dat hij en in zijn hoofd heeft. Ja, true, inderdaad. Maar aan de ene kant, ik zou geen van beide stemmen. Maar weet je wat het ding is? De Belgen en de mensen van hier, die weten niet eens wie de eerste minister is van België. Maar die zijn aan het volgen tot en met die elections omdat daar. Omdat iedereen met die hype meegaat. En ik merk dat met alles. Alles wat begint te trenden, dat is gewoon een hype voor de meeste mensen. Net zoals die Black Lives Matter dingen. Nee, we hebben al veel te veel over Black Lives Matter. Ja, maar gewoon om dat terug even aan te halen, om even zo'n vergelijking te maken. Like, in het begin was dat 2-3 weken, protesten, dat. Ik zie keiveel mensen foto's posten, maar... Het is op het moment dat je moet ingrijpen als er zoiets terug gaat gebeuren. En de meeste mensen doen dat zelfs niet. De meeste mensen gaan gewoon kijken en die laten het gewoon voorbij gaan. Allee, ik ga niet veralgemenen, ik ga niet zeggen dat iedereen hetzelfde is, maar ik zeg van, letterlijk, zoals dat die mensen zeiden, over 10 jaar gaan mensen weer moeten strijden voor iets waarvoor ze nu aan het strijden waren. Dus ja, ik weet niet, man. Ik vind het allemaal een hype, daarom, dat interesseert mij ook niet. Trump, ik vind persoonlijk, die mensen moeten tussen 2 personen kiezen die gewoon niet geschikt zijn om president te zijn. Like, Biden is veel te oud, man. Yeah, like, Biden is echt veel te oud. Ja, hij had dan voor maar het ding is, hij moet gewoon nog maar 4 jaar leven. Hey, dat is fucked up, man. Ik vind gewoon een jonge persoon daar staan. Iemand die echt... Maar dat vind ik erg. What did 2024? Jonge personen weten niet echt hoe de wereld draait. Maar hoe jong? Hebben meer ervaring en weten meer. Maar hoe jong? Hoe jong? Jij bent jong. Voor mij een jong is... Ik zei jonger persoon. Ik denk rond de... Ik zou maar zeggen, zo'n mooie leeftijd. Ik zou echt zeggen, 56. Oké, 40, 50. Ik zou echt zeggen, 40, 50. Zoiets toch? Like, beetje 80. Ja. Oh, nee, ik heb een goede vraag. Ja. Zeg voor jou was een president. Ja. Zeg voor jou was een president. Nog luider. Stel je voor jou was een president. Ja. Wat zou je het land bieden? De vrijheid aan alle Marokkanen. Wat ik de mensen zou kunnen aanbieden. Dino, waarom ligt je? Dat is een serieuze vraag. Ik weet niet, hangt er vanaf in welk land dat je president bent en wat je doelstellingen zijn. Ik weet dat niet, man. Wat kan ik de mensen aanbieden? Wat zou jij willen aanbieden?
Wat ik zou willen, dat mensen niet in armoede en zo leven, dat iedereen gewoon samen gaat leven, dat er gewoon geen verschil niet meer moet gemaakt worden tussen mensen met een andere religie of een etnische achtergrond of gewoon iets anders. Mm-hmm. Wij zijn bezig met problemen dat eigenlijk gewoon... Ik vind persoonlijk, of dat Dino een andere huidskleur heeft of niet, voor mij is dat totaal geen probleem. Maar sommige mensen struggelen daar blijkbaar nog mee. Dus Karen, shout-out naar jullie. Ja, dus ik vind dat gewoon niet kunnen. Snap je? Er zijn gewoon bepaalde zaken die moesten al lang opzij zijn. Of opzij gezet worden. En we moesten al lang verder gaan als maatschappij. En wij doen dat niet. Ola, Eddie heeft echt praten gemist, joh. Ja, Quarantaine was heel altijd alleen thuis. Weet je wat raar gebeurd is? En dat is met Vinnie gebeurd. Zijn moeder dacht dat hij dood was. Ja. Geef eens. Hoe? Gestoord, man. Hoe? Luister. Interessant. Ik wil die verhaal echt horen. Tell me. Wat is er gebeurd? Ja, dit is er gebeurd. Ik was heel nacht op Jubo. Jubo. Ja. Je kent het waarschijnlijk, nee? Ik ken het. Dus kijk waar je het kan. Klare uitleg. Jubo, dat is een nieuwe trending app waar je live kunt gaan en mensen kunnen gewoon die live joinen rond heel de wereld. Het is een chatroulette. Ja, soort van. Maar je ziet niet heel live. En dat is ook zo'n soort van Tinder ook daartussen. Het is wel nice om pekjes te vinden. Maar oké. Okay. Dus wat gebeurt er? Ik tot 5 uur 's morgens, ik zit daar op mijn gezin. Oké. Okay. Wat gebeurt er dan? Ik word wakker. Mijn moeder is normaal gezien gaan werken. Wat gebeurt er? Ik word wakker. Ja. Ik zie mijn moeder is gaan werken. In Ola? Tranquil. Mom, ik zie mijn gezin. Niks, geen oproep. Oké. Okay. Ik dacht, oké, zij komt ineens thuis aan. Ze klopt op de deur. Piep, 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 piep. Ze blijft bellen. Ik zeg, wat is deze? Doe eens rustig. Ik zeg, hé, hey, kom. Doe de deur open, ze begint ineens te halen. Ik zeg, wat is er, mama? Ik dacht dat jij dood was. Jij wordt niet mijn sms'en. Maar ze had eigenlijk geen wifi. Ze dacht echt dat ik dood was. Ik begon ineens te halen. Ah, mijn zoon. Die gast was in slaap gevallen. Ja, ik was gewoon in slaap gevallen. Het was 5 uur namiddag. Ja, man. Fucked up, man. Maar joh, ja, kan gebeuren. Ja. Dan appreciëren jullie elkaar nog harder nu. Correct. Ik heb gewoon zotte rammen gekregen. Die chanklap zou ook. Vergeten naar de slager te gaan. Nu zeg dat ook chanklap. Ja. Zeg eens terug, wat zei je? Die laatste ding, zeg eens terug. Ik moest eigenlijk naar de slager gaan, maar ze heeft eigenlijk mij geslagen. Nee, maar dat is serieus. Ik moest naar de slager gaan, maar ik ben niet. Mike. Ik of? Herhaalt dat iets? Ik heb hem letterlijk gestopt, omdat hij zo dom is. Nee, maar serieus, ik moest naar de slager gaan. Hey, maar ik moest naar de slager gaan, klaar. Dus kijk, nog een topic dat ik had. Dat heeft niks te maken met wat we aan het praten zijn. Maar het is eigenlijk gewoon... Hebben jullie de nieuwe BMW gezien? Nee, hallo. Nee, ik heb niet de nieuwste BMW gezien. De voorkant is ook kei groot. Oké, dat was het. Ik heb geen rijbewijs, maar ik kijk niet meer naar de auto, joh. Nee. Hij heeft zijn rijbewijs verloren. Hij was in dingen, hij was in accident. Ja, hij was aan het liegen. Ah, die heeft afgenomen. Ja. Nee, maar ik had mijn rijbewijs sinds 2019. Volledig of? Volledig rijbewijs. Ja, ik had toen, hoe zeg je dat zo? Ik had mijn voorlopig rijbewijs, mijn moeder aan het rijden. Die had me tegen, die zei van oké, Saaf, kom, je hebt geen rijbewijs, je hebt mijn moeder aan het rijden, die neemt dat in. En na een week, ik had mijn volledig rijbewijs al. Pas na een jaar moet die voorkomen en die begint zich van ja, we zijn heel streng voor de jonge koeriers. Het rijbewijs terug opnieuw volledig doen, dus theorie, praktijk terug opnieuw doen, medische test, psychologische test doen. En ik heb die altijd al gedaan. Jesus. Besef, ik heb die altijd al gedaan, fucking €450 voor 2 testen voor 5 minuten. Die man zegt letterlijk tegen mij dit, hè. Die man zegt letterlijk, oké, doe je ogen dicht, pak je linkerarm tot aan je neuspunt. Rechterarm, dan ga je zo'n lijn zien, stap recht op die lijn. Met je ogen dicht? Nee, gewoon zo, open. Zo, en dan stelt hij mij zo rare vragen. Hij zegt, oké, je bent perfect in orde. Ik zeg, dat weet ik ook. Ineens, oké, klaar. Daarna, ik moest naar Brugge gaan met de auto. In Brugge, dit is een boerenwijk. De boerenstad, ik zweer het je, en na 10 uur is er geen trein meer naar Antwerpen. En ik pak altijd auto met iemand mee. Een zot accident, klaar om de rijbewijs accident meegemaakt. Nee, maar kijk, ik was ook in 2018, ik had mijn voorlopige rijbewijs. Allee, in 2017 eigenlijk, begin 2017, ik had mijn voorlopige rijbewijs. Ja. En ik was echt zwaar aan het denken om een auto te kopen, maar een auto is duur, man. Een auto is duur. Niet alleen de auto zelf, maar gewoon de onderhoud van de auto en benzine. Wegentaxen, shit. Dat is zoveel, dus ik heb gewoon besloten om geen auto te halen. En dan ben ik mijn dingen gaan doen, mijn praktijkexamen. En ik was aan het rijden, letterlijk. Ik was net uit de,
de examencentrum. Eerste kruispunt. Ik haal die kruispunt, er komt ineens een fietser voorbij. Ik stop die één keer. Zeg ik tegen mij, nee, draai terug, ga naar huis. Ik zo, hoezo? En zij zo, ja, je bent in één keer gestopt, je mag dat niet doen. En ik zo, moest ik die mens aanrijden of zo? En zij letterlijk zo tegen mij, ja, jij waart niet in fout, hè. Letterlijk zo tegen mij. Dus met andere woorden moet je mensen aanrijden? Ja, met andere woorden, ik moest die persoon gewoon aanrijden. Dat is een debiel, hè, als je examencentrum. Dus kijk, ik weet niet of dat met huidskleur te maken heeft, of met etniciteit, of van al die dingen, nee, maar man. Ik ga nooit iemand aanrijden. Ik ga nooit iemand aanrijden, sorry. Don't do that, ja. Yeah. Zelfs ben ik verkeerd of zo, of ben ik juist. Ik kan dat gewoon niet doen. Nooit. Maar als jij je rijbewijs zou halen, die verwachten dat jij mensen aanrijdt, dus doe maar. Jij bent verzekerd. Politievraag, ja, ik moest dat van mijn examinator doen. Ja, klaar. Mensen aanrijden? Ja. Als je examen doet en is die raad iemand aan, ja, dan moet je zeggen. Maar... Waar hebben jullie rijlessen gevolgd? Leg mij uit. Kijk, bij mij mijn voorlopige rijbewijs al letterlijk in 8 minuten klaar. Volledig rijbewijs. Ah, volledig rijbewijs. 8 minuten, ik was aan het rijden. Die man, ik weet niet, hij is een levenbeu precies. Jongen, gast van 25, 26 jaar, hij is een levenbeu. Vrijdagmiddag, drukke tijd. Ik rijd dus in de deur Noord. Echt dom op een vrijdagmiddag. Wacht. Maar besef, ik rijd echt hoe. Zo na 8 minuten, zo 4, 5, 6 minuten, hij zegt van, oké, doe een keer even, parkeer hier. Zagen, hij zegt, oké, rij maar. Hij laat me terugrijden, helemaal naar het examencentrum. Hij zegt van, ja, ik heb niks op te merken, u bent geslaagd. Ik weet niet waarom u hier 2 keer niet geslaagd was. Bro, waar was dat? Deurne-Noord. Oké, I'm going. Bro, bij mij was het ook in Deurne. Maar het ding was, mijn tweede keer was ik ook niet geslaagd. Ik was aan het rijden en ik moest parkeren. Dus, parallel parkeren. Ik zo perfect, in één keer. Hij zegt, oké, stap uit de auto en doe alsof jij weggaat. Dus ik stap uit de auto, ik doe auto op slot, ik steek Gero. Maar is een Gero aan het doen? Zo kunt jij niet zijn, man. Ik zei, Christen met Gero op. Ik stap terug in de auto. Hij zei, ja, we gaan terugdraaien. De examencentrum. Fuck, wat heb ik nu gedaan? Ik kom bij het examencentrum. En ik zo, ja, wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan? Hij zo, je hebt geparkeerd met één hand. Ja. Je hebt je pinker niet opgedaan. Je hebt niet naar achter gekeken. Je hebt alleen je spiegels gebruikt. Je bent naar buiten gestapt. Je hebt je Gero opgestoken. En Gero mocht je niet opsteken. Dicht bij benzine dingen. Dus je werd niet geslaagd. En toen heb ik gewoon opgegeven aan rijbewijs. Dat was mijn rijbewijs verlopen. Mijn voorlopige rijbewijs was verlopen. Ja. Een maand geleden of zo. Ik was mijn nieuwe pas gaan halen. En ik zei tegen hun, ja, mijn rijbewijs is ook verlopen samen met mijn pas. En zei zo, oh, nee. Maar dat is het verschil, kijk. Dus dat is het verschil tussen Herenthout en Antwerpen. In Antwerpen, die deden kei moeilijk. Bababa, oké. In Herenthout, ik ben naar daar gegaan en ik zei zo, ja, mijn pas is verlopen, mijn rijbewijs is verlopen. Ze zei, oké, hier, nieuwe rijbewijs. Nieuwe voorlopige rijbewijs. Ah, zo, oké. En ik zo, ja, moet ik mijn dingen niet terug doen? En ze zei, nee, dat hoeft niet. Dus nieuwe terug, gewoon terug nieuwe voorlopige rijbewijs, bam. Nieuwe pas, oké. En nu moet ik gewoon terug mijn dingen gaan doen. En ook mijn praktijk-examen dat ik heb gedaan, die zijn weg. Dus, maar gewoon terug 2 keer proberen. Lekker. En als dat niet lukt, dan geef ik gewoon letterlijk op en dan kop ik gewoon een step. Geen elektrische, gewoon de Joodse step. Step up, fam! Je hebt die van mij weggegooid, man. Ja, ik heb die van Vinnie weggegooid. Vinnie had zo'n Joodse step, maar ik zo klein. En elke keer we gingen naar Fissa of zo, gingen naar de discotheek. Wat is een Joodse step? Een Joodse step is gewoon een normale step. Joden, maar dat is gewoon de kinderen. Ja, die kleine step. Ze racen bij ons altijd met de fietsen. Ja, nu kan ik volgen. Joodse step. Joodse step. Okay. Dus als je step koopt, zit er nooit zo in Charlottelei of Belgelei. Dat is weg. Dat is direct weg. Dat is weg. Als ik dat zie, dat is weg. Herinnert jij je nog toen zij je fiets hadden gestolen aan school? Ja man, dat zijn zo'n Joden. Bro, wat Joden? Nee man. Dat is een Amerika-lei. Dat is fucked up, jong. Dat was fucked up. Bro, ik ga letterlijk... Maar in die video van Patrick vond ik echt grappig. Dat was in ieder geval zo'n video. Hij zit zo te zoeken naar een step. Raad wat die dief heeft gedaan. Hij heeft gewoon een nieuwe step daar precies gezet. Fiets. Een nieuwe fiets daar gezet. Dus ze stelen zijn fiets en die zetten daar een nieuwe fiets. Welke dief doet dat? Dat was lief. Dat was eigenlijk niet gestolen, dat was gewoon geruild. Eigenlijk wel, maar het enige probleem was zijn banden waren plat. Dus ik denk dat hij moest sneller haast gaan of zo. Nee, hij was waarschijnlijk gewoon met de fiets. Oh shit, mijn banden zijn plat. Oké. Replacing. Zo'n nieuw beurtsysteem. Ja bro, weet je wat ik wil in België? Fucking Ubers.
Echt een Uber. Een Uber taxi. Ja, ja. Dat is duur, hè, taxi. Taxi is duur. Oh, kijk, je moet denken, ik en Eduardo en nog een paar vriendinnen. Eduardo en ik. Ik, Eduardo en een paar vriendinnen. Ja. Maar ik, Vinnie en een paar vriendinnen. Ik, Vinnie en een paar vriendinnen. Hoeveel Eduardo's waren? Twee of drie? Nou wel, we gingen naar een feest. En we zijn bij de eerste feest eigenlijk niet binnen kunnen raken. Dus dat is al taxi geldverspilling. Waarom? Waarom kon jij niet binnen? Leg uit. Waarom dus niet? Kijk, waarom ik, ik kende de eigenaar van de discotheek. Welke? Roxy. Roxy. En die had me uitgenodigd om te gaan feesten. En ik zei zo, oké, ik kom bij een paar vrienden, zet mijn naam op de lijst. Hij zei, oké, ik zet uw naam op de lijst. Maar hij was zelf op vakantie. Dus ik kom zo daar, bababab. Ik zeg tegen hun, ja, mijn naam staat op de lijst samen met die andere mensen. Hij zei, er is geen lijst. Ik pak mijn telefoon naar boven, ik zeg, kijk hier, berichten van de fucking baas, van de eigenaar, dat ik binnen mag. Ja, nee, die is er niet, die is op vakantie. Oh, spijt hier. En ik zei, oké, dan gaan we naar andere discotheek. Ja, dus wat gebeurt er dan? Terug taxi genomen. We gaan helemaal naar Villa. Met iedereen, oké? We komen daar aan, terug 10 euro, poef, weg. Wat gebeurt er? We staan in de rij. We zijn daar met 6 man, geloof ik. Drie jongens, 3 meisjes. Maar we zijn in de rij. We mochten niet binnen. Jawel, wacht. We mochten binnen, ik, jij en 2 meisjes mochten binnen. Maar de anderen mogen niet, omdat zij hun niet kenden. Correct. Dus wij pakken taxi vandaar, dus al derde taxi. Wij pakken taxi. Skype. Naar Icon. Naar Icon. We gaan naar Icon, we mochten niet binnen. En dan? We mochten niet binnen, dus we gaan naar Skyclub. Skyclub, we mogen binnen. Besef, we zijn in de avond in 4 verschillende discotheken geweigerd, we mochten niet binnen. Uiteindelijk zijn we gewoon naar de Skyclub gegaan. Skyclub. Skyclub. Allemaal petits daar. Waar is dat? Is dat niet bij Kinepolis? Ja. Dus naast Icon. Zo waren ze daar. Rare vibe. Rare mensen, maar we hebben gewoon ons kapot gedronken en gewoon echt daar een goede avondje van gemaakt. Maar die avond, we hebben letterlijk 4 of 5 keer taxi gepakt en alleen maar geld verspild. Bro, feest is, alleen feest maar is echt geld niks. Echt niks voor ik ga dat nooit meer doen. Ja, bro, ik wil. Nooit meer maar doen? Ik zweer, ik mis dat wel, man. Kijk, oké, maar feesten, ja, daar, ja, zat drinken. Ja, dat is het debiel dansen met debielen. Jij verspilt geld. Tijd. En daarna vonden we een zotte kater. Oh, slaap. Wat deden wij heel de quarantaine? Slaap is thuis. Maar dat is anders. Ja, je drinkt draaier is, je gaat rustig gaan chillen, je praat erover dingen. Ja, daar ook. Ja, verspilt. Weet, weet je hoeveel diepe conversatie ik heb gehad met meisjes in de discotheek? Ja, had zo diep, ik herinner mij dat niet. Wat is hoe diep was conversatie? Hoe diep was het? Maar wacht, leg me uit. Leg me uit. Als je naar een feestje gaat, hebben jullie echt het gevoel dat iedereen serieus is? Nee, bro. Iedereen is zo zwaar aan het faken. Ja, maar iedereen doet zich anders voor, omdat mensen die zij kennen, daar waarschijnlijk ook aanwezig gaan zijn, en die mogen die niet zien op een andere manier dan dat zij gekend zijn op social media. Weet je wat, ik mis feesten, ja. Maar ik mis meer gewoon café. Ik hou van, letterlijk, ja. Ik zeg het, ik ben zo'n persoon. Ik hou van op café gaan, rustig. Gewoon met vrienden, rustig, gewoon praten. Letterlijk, de zo diepste conversaties die ik ooit heb gehad, of was dat onder invloed van alcohol, of in een café onder invloed van alcohol. True. Same. Het is gewoon hetzelfde. Same. Ja, niks te doen. Maar dat is zo. Maar ik, café is nice. Je zit daar gewoon met vrienden, je praat even. Ja. Even die hoe zeg je dat, die masks die daar serveren. Dat is een, weet, vooral als je die mensen leert kennen in die cafés, is wel nice. Ik heb gisteren juist de diepste conversatie in mijn leven gehad. Hoe diep was het? Over. Ik was aan het kijken naar de film van George Clooney, In the Air. Clooney. Ik weet niet of jullie die gezien. In the ass. In the ass. In the air. Dat is een heel mooie film. George Clooney. Mijn broer zei, op het einde van die film kan je een vraag stellen. Oei. Die laat me nooit spreken. Doe, finish. Gewoon doe. 4 uur laat is die gast uitspreken. Wat mijn broer zei, op het einde van de film ga ik jou een vraag stellen. Ja. Waar leg je? Is goed. Waarom draai ik? Kom aan. Nee, kijk zijn aders. Jij was bij George Clooney en uw broer ging u een vraag stellen over de film In the Air. Na de film. In the Air, toch? Ja, George Clooney in the air. Clooney in the air? Wat zit je te zeggen? Oei, ja. Gedraag je. Doe maar, vertel. Nu wil ik echt wel weten wat uw broer heeft gevraagd. Wat wil je later zijn? Heel jouw leven. Wat wil je later helemaal doen? Snap je? Wat wil je echt worden? Dat is een moeilijke vraag. Papa worden. Wat wil je echt zijn? Heb je Magic Mike gezien?
diep vraag. Kom, kom. Maar niks met dat. Maar niks met dat. Oké, wat wil ik later worden? Ik wil later... Maar echt, ik wil dat zijn. Ja. Maar wanneer is later? Echt, dat dat voor je leven is. Pak het uit. Tussen nu en 10 jaar? Nee, dat dat echt voor je leven is. Die job. Wat wil je doen? Jij vraagt qua carrière dan? Ja. Oké, zo. Nu is het easy. Qua carrière? Ik zou gewoon een eigen bedrijf willen. Oké. En gewoon puur... Om wat ongeveer? Omdat ik dat zelf leuk... gewoon, vooral marketing. Persoonlijk voor mij, gewoon een social media marketingbedrijf. / graphic design, / nog iets anders. Dat je gewoon eigenlijk financieel stabiel kunt worden. Dat je niet meer afhankelijk moet zijn van een werkgever of zo. Maar dat je gewoon zelf beslist hoe je leven loopt. Verder gaat. Ja, en verder gaat. Like, nu ben ik met twee goede vrienden van mij... bezig met eigenlijk gewoon een bedrijfje op te starten, zo'n soort van start-up. Is dat een goal, hè? Ja, om gewoon al zo te leren hoe dat in het echte bedrijfsleven is. Want het beeld dat ik in het begin had, lijkt helemaal anders. Ja, lijkt helemaal niet op wat je op school wat leert, nu te zien krijgt. Wat je op school leert, is niet echt hetzelfde wat je in een bedrijf doet. Dat steunt u en dat helpt u om bepaalde zaken beter te begrijpen. Maar het kan eerlijk zijn, jij moet meer ervaring hebben. Plus, vorig jaar, mijn stage moest stoppen door corona. Mm-hmm. Dus ik heb al heel veel dingen moeten missen. Ja. Terwijl ik tijdens mijn stage wel veel aan het leren was. Ja, ik heb... Ik ben nu aan het praten om stage te lopen bij VRT. Vert. Squirt. We zijn niet serieus vandaag, maar we zijn echt niet serieus vandaag. Nee, maar wat wil jij eigenlijk later zijn? Ja, wat wil jij later voor carrière worden? Wat wil jij zijn? Wat wil jij worden? Pornoacteur. Nee bro, ik wil echt gewoon dingen hebben, dingen maken dat mijn inkomen... Ik kan betalen. Dat mijn inkomen bij Roxy kan betalen. Corona zo. Corona! Knip! Iedereen is ziek dood. Knip. Inkomen bij corona. Inkomen wat betalen? Inkomen bij corona. Inkomen bij Roxy kan betalen. Ik wil echt gewoon... Financieel stabiel zijn, maar ik wil echt niks doen daarvoor. En mentaal stabiel? Hoezo? Letterlijk, ik wil nu strijden, ik wil nu echt mijn best doen, verschillende bedrijven opstarten, alles, zodat ik ooit kan zeggen van, ik ben thuis, euro hier, euro daar, euro daar. Maar wat wil jij doen? Ja, alles wat? Met media te maken heeft. Ik heb niet per se één bepaald doel. Ik kan niet zeggen dat ik presentator wil worden, ik kan niet zeggen dat ik regisseur wil worden, ik kan niet zeggen dat ik graphic designer wil worden, ik kan zeggen dat ik alles wil worden. Ik wil gewoon van alles doen. Ik heb niet per se één ding dat ik wil doen. Eén doel. Ja. Ik heb meerdere doelen. Mijn doel is gewoon om financieel stabiel te zijn. Mm-hmm. En erkend worden voor wat ik doe. Oké. Okay. Dus, mooi gezicht. Als dat is binnen podcast, perfect. Als dat is binnen VRT, perfect. Als dat is binnen Radio Stad, perfect. Als vader. Ja. Dan wil je later ook worden. Je wilt ook een vader worden. Ik heb 16 kinderen. Broer, ik weet niet welk opvang te huis jij wil. 11 op het veld, 5 op de bank. Maar wat wil je? Vinnie. Hé, Vinnie, wat wil jij worden? Ik heb... Wat wil jij worden? Prins. Priester. Miljonair. Nee, maar kijk, jij stelt ons een vraag van wat wil je van je carrière volledig maken? International Business Manager interesseert mij wel ten eerste. Dat is een vak. Dat is niet een job. Ja. Maar toch wel in een bedrijf een manager zijn. Maakt niet uit welke kant ik kan groeien, maar wel. Ja, maar nu al manager. Welke kant wil jij opgroeien? Alle kanten. Wees er even mee. Welke kant ik wil groeien? Waarom moet je leggen? En jij zien ook. We hebben te veel tijd, jongen. Wat ik wil worden? Ja, wat wil jij worden? Je gaat veel moeten editen. Ik wil gewoon, hoe zeg je dat, een regisseur worden, acteur. Regisseur, acteur. Klaar. Regisseur. En niks Indisch. Hou jullie back, die met Indische shit. Fuck jullie. Safé. Safé. Nee, kijk, ik wil echt serieus gewoon een regisseur worden. Fuck jou. Dino Wood. Ik ga dit al ingaan. Bro, we gaan snel doen, want het is echt... Ja, kom, laten we dit afronden. De laatste ding is gewoon, kijk, ik wil gewoon regisseur worden, acteur, klaar, een eigen productie als ooit opstarten en voor nieuwe, jong regisseur kans geven. Dat is mijn doel, los doel. Alright, super.
Okay. Nee, niet zo roepen, we germen de mensen van Spotify. Neem je mij leuk. Oké, mensen, op... Wacht, nee, sorry, mijn excuses. Eén laatste ding. Wij zijn begonnen op Spotify, wij staan op Apple Podcasts, wij staan overal nu, al die dingen, zwijg. Wij staan al... Wij staan op Spotify, op Apple Podcasts, op Alexa, op okay. Amazon, Pornhub. Okay. Wij staan overal. Ik zeg niks. Oké, oké. Oké, oké. Yes, nee, sir. Maar op onze Instagram hebben we ook een nieuwe... Game show. Whispers. Als jullie het nog niet gecheckt hebben, we zijn leuke artiesten erbij. Ja. Ga zeker kijken, want we zijn hier met z'n vieren. S.O. naar Florian, Forehead. En ja, volg Dino, volg Wadi, volg Vinnie. Florian. Dus we hebben ook een nieuw ding op Instagram. Concept. Het heet de code. En daar halen we eigenlijk wat straattaal eruit. En dan vertellen we dat eigenlijk in eigenlijk algemeen Nederlands. Inderdaad. Maar dat is allemaal wel een parodie. Dus please, neem dat niet serieus. Als we dat serieus nemen... Schoot. I'm sorry. Dat eindig hem okay. Dus ja. Lach een beetje. En geen schaap zijn. Inform yourself. Be smart. Dat was het. Oké. Hey! Dat was echt een fucking kut.